Dit is de Kärcher K3-serie, een ideale hoge drukspuit voor normaal gebruik. Deze K3-serie is er in drie varianten, namelijk in de car, in de home en de car plus home. Beide varianten worden geleverd met de velvrees en de vario-spuit die je zelf kan regelen. Kies jij voor de home variant, dan krijg je de terrasreiniger, inclusief het reinigingsmiddel voor hout of voor stenen. Kies jij nou voor de car variant, krijg jij de wasborstel en de schuimspuit en daar ook bij het reinigingsmiddel. Kies jij nou voor de home en car variant, krijg jij alles erbij wat hier ligt. Een hoge drukreiniger koop je uiteraard om alles goed schoon te maken. Ja, hij maakt het sneller schoon, hij maakt hem makkelijker schoon en het is nog leuk ook. Bij een hoge drukreiniger zou je zeggen, hey, hij verbruikt meer water. Nou, dat is absoluut niet zo, want namelijk met een hoge drukreiniger verbruik je namelijk maar 20% ten opzichte van een gewone waterslang. Om eventjes een voorbeeld te pakken, als jij een uur lang je auto aan het schoonmaken bent, bij een waterslang om erbij een 2500 liter water en met een hoge drukreiniger maar 500 liter water. Oftewel, 80% minder verbruik. Op deze Kärcher zit 2 jaar garantie. Mocht er nou iets mis zijn, kom dan terug bij ons in de winkel met uw product of naar een ander verkooppunt van Kärcher. En dan wordt hij naar de fabriek gestuurd in Duitsland, wordt hij helemaal nagekeken, in een duur woord gerefurbished en dan krijg jij hem terug weer helemaal in topconditie. De specificaties van deze Kärcher K3. Hij heeft een werkdruk van 120 bar. Hij heeft een wateropbrengst van 380 liter per uur. En de lengte van deze hoge drukslang is wel 6 meter. Verder beschikt hij over Quick Connect en is hij zelf aanzuigend. Deze Kärcher heeft een aanzuigfunctie, wat inhoudt dat je hem niet direct op de slang hoeft te zetten met druk op de kraan. Maar als je bijvoorbeeld achter in je tuin een tuinhuis hebt staan en daar heb je bijvoorbeeld wel stroom, maar je slang is net niet lang genoeg om daar te komen. Of je hebt een open bron, dan kan je daar de slang in hangen, ja, de sloot, de regenton of een open meer. En dan kan je gewoon je Kärcher gebruiken. Let dan wel even op, wij adviseren er wel een filter tussen te zetten en die is bij ons optioneel verkrijgbaar. Deze Kärcher maakt gebruik van het Quick Connect systeem, dus je kan hem makkelijk erop zetten en ook makkelijk er weer afhalen, dus ook voor het wegleggen. En datzelfde geldt bij het apparaat, dus niks meer met een sleuteltje of met een schroevendraaier, maar lekker handig, dus je loopt nooit meer te kloten. De K3 heeft een makkelijke pistoolhouder. Hij heeft achterop heeft hij voor de beide lansen kan je hem vastzetten. Je ziet het aan de beide kanten. Hij heeft hier de aanvoer van het water. Aan de onderkant heeft hij het reservoir waar je het reinigingsmiddel kan toevoegen. Dan aan de zijkant heeft hij een houder om de stroomkabel aan op te hangen. Achterkant zitten 2 wieltjes waardoor je deze jongen makkelijk kan verplaatsen. Aan de voorkant zien we de Quick Connect zitten en de aan- en uitknop om dit apparaat te kunnen gebruiken. En aan de voorkant nog een ophangbeugel waar je de 6 meter slang aan kan ophangen. Bij deze hoge drukreiniger krijg je 2 verschillende lansen. Dat zijn deze 2. Dit is de Vario Power lans. Kan je zelf bepalen hoe hard je hem laat spuiten. Dus de kracht die uit de kop komt. Hij is makkelijk te verwisselen. Duw hem ietsjes naar binnen en een kwartslag draaien. Dan pakken we de vuilvrees, de zwaar vervuilde vrees. Dat is deze jongen. Ja, dat is echt voor als er mos op zit. En die adviseer ik je niet te gebruiken voor als je auto aan het wassen bent. Ja, als je dan zo'n bankje gaat schoonmaken, kan je hem natuurlijk niet op de hardste stand zetten, want dan maak je dat echt stuk. Nou, daar gebruiken we de Vario-lans voor. Nu staat hij vol open. Nou, ik zet hem eventjes wat minder. Hier kan je dus zelf bepalen hoe hard hij gaat. Dit is ongeveer de stand. Dit is de powerborstel met zachte haren, met daarbinnen ook weer het roterende systeem. Nou, je kan ook makkelijk op bevestigen en op die manier draaien we hem eventjes vast. Zo, en dan kunnen we dus mooi een geverfde deur schoonmaken. Zit alleen 1 nadeel aan, je ziet het al, je kan nu ook niet meer ophouden. Nu moet je hem helemaal schoonmaken.
Kerg heeft een hele brede range accessoires, speciaal bedoeld voor de auto. Bijvoorbeeld de wasborstel, de velgenborstel of de brede borstel voor de grote oppervlakte. De brede borstel voor de grote oppervlaktes. Even alles mooi reinigen. Hij heeft aan de zijkanten er ook nog rubbertjes op zitten, zodat hij niks beschadigt. En bij de accessoires kun je natuurlijk ook shampoo toevoegen. Dat doe je ook via het apparaat. Zo. Aan de bovenkant zit ook nog dat rubber, zodat je niks beschadigt. Maar het is ook nog een keer bedoeld, zodat je een beetje kan schrobben. Mocht je nou vogelpoep op je auto hebben, kan je hem gewoon omdraaien en kan je het er gewoon afrubben. Dan hebben we nog een mooie extra accessoire, dat is de roterende wasborstel. Kan je er makkelijk opzetten. Je kan hem zelfs nog bepalen onder welke hoek die staat. En dit is natuurlijk ideaal, deze wasborstel, omdat hij natuurlijk zelf draait. Dan doet hij namelijk het werk en dan hoef je niet te drukken. En hiermee kun je de dosering van de shampoo regelen. Ja, doe maar. Ietsjes harder. En dan gaat hij helemaal automatisch. Ook met shampoo. En een mooie accessoire, dat is deze dan. Dat is de velgenpoetser. Want die zijn altijd vies. Zet hem op deze manier even vast. En kijk, komt aan beide kanten komt eruit. Kan je dus alle hoekjes kan je makkelijk meepakken. Dit is de Vario Power 360. Nou, hij zegt het al, 360 graden. Je kan hem namelijk helemaal rondom draaien. Je kan hem ook 180 graden omdraaien. En dit is nou een ideaal ding om in die hoekjes te komen waar je normaal nooit bij komt. Bij iedere kerger kan je zelf reinigingsmiddel toevoegen. Dat doe je dan via de Vario Power. Je ziet dat op je maximale stand dat hij dat niet doet. Zet hem op de minimale stand. Nou, dan zie je dat hij het schuim gaat toevoegen. Ja, dit kan je dus gebruiken voor je auto of voor op je tegels. Zet hem weer op de maximale stand. Ja, dan zal je zien dat dat weer weggaat. Moet wel even het schuim weg zijn. Ja. Maar om je auto te wassen hebben ze nog wat speciaals. Deze jongen is voor de schuimparty. Een van mijn favorieten dus. Nou, moet je eens even opletten. Hij wordt echt in één keer wit. Hoe bedoel je? Hoppa! Zo, die kan even inmaken. Wat kan hier nou tegenop? Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je wel klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken. Ja, druk er maar op, komt goed.